eerste kerstdag zagen we ook. We zitten nu met z'n allen op eerste kerstdag. En wat gebeurt er met eerste kerstdag? Traditioneel in heel Nederland. Iedereen gaat bij elkaar op visite en trekt zijn mooiste kerstpakje aan of kerstjurkje. En kijk nou toch eens. Zelfs meisje de kerstbeer heeft een nieuw outfitje. Het mocht wat kosten dit jaar. Schattig toch? Ik zie die kleine kijken van die beer is van mij. Ja, en wat gebeurt er nog meer? Families komen bij elkaar verzoend en diegenen die het beste kunnen koken om die kalkoen en al die aanvallende artikelen klaar te gaan maken, die verdwijnen naar de keuken. Dag Margriet. Ja, ik wil het ook wel doen, maar dan wordt het frietent. En wat doet de rest van de familie? De rest van de familie, die zitten een beetje te wachten en die ruiken al die heerlijke geuren die uit die keukens komen. En die zetten dan toch maar weer dat cd'tje op, weet je wel, wat je elk jaar bij de blokkers ziet liggen. Dat je denkt, ach, het kost maar 1 euro, ik koop hem weer. Of, als je een beetje mazzel hebt, staat er een piano. En is er iemand die denkt dat hij een beetje kan spelen. En voordat je het weet, zit je met z'n allen die liedjes mee te zingen die je zo goed kent. Bijvoorbeeld deze. Thank you.
De top 2000, dat is iets waar we in deze tijd van het jaar met z'n allen op afstaan.